Wat gaat er door je heen? Ik ben echt fucking bang. Nee, daar loopt hij. Ah, hij is weer weg. Je schreeuwt ook nogal, staat geluid hard. Ja, best wel. Oké. Okay. Het geluid zachter is beter. Hoe run je in vredesnaam een gaming website? Met eigen programma's, heel veel persstrips en onnoemelijk veel games te spelen. Je ziet het iedere maandag in de Gamersnet Vlogs. Ik ben zo fucking blij dat ik er weer ben. Ik vind E3 echt een leuke periode, maar als je er weer bent, is ook altijd weer fijn. Want kijk nou hoe gezellig het hier weer is. Ik bedoel, Michael hoeft zelf de previews niet meer te editen, want we hebben Michael, die zit hier lekker te editen. We hebben hier gewoon tegenover ons gewoon lekker Lennart werk. Die heeft supergoed werk gedaan, hè, E3. Wat was je nieuwspost? Hoe bedoel je? Hoeveel nieuwtjes had je gepost die week? Een stuk of 100, denk ik. Een stuk of 100 nieuwtjes over de E3 heeft hij gepost. Ja, maar Leon had er meer. Ja, maar Leon heeft er altijd meer. Ja, oké. En dit is natuurlijk, hoe heet je ook weer, Marcel? Hey Mars. Hey. Gaat goed, Korpersan? Ja, man, prima. Want jij was ook druk tijdens... Ongelooflijk. Wat heb jij gedaan? E-sports dingen en zo. Nee, tuk-tuk. Oh, tuk-tuk, tuurlijk, op AnimeCon gestaan. Ja, ja, fantastisch, man. Was super gezellig. Waarom? Ja, Koen vooral eigenlijk. Koen was leuk. Ja, lang om tegenaan te kijken, dus altijd feest. Ja, oké. Okay. Nou, prima. Bedankt voor je bijdrage. En daar hebben we natuurlijk Tom. En Tom is als altijd weer lekker aan het werk. Hij is weer lekker bezig. Lekker aan het rommelen. Moe. Ik is zo niet, jongen. Ik heb het echt heel chill met deze jetlag. Ja, het is echt een goede jetlag. Ja, dankjewel. Dus, moet ik nog iets te melden? Zoals jullie kunnen zien, zijn we in het schitterende Amsterdam. Mooi man. Namelken, hè grap? Ja man. Vandaag gaan we, hier kijk grafisch. Schitterend joh, prachtig. En vandaag gaan we PlayStation VR kijken. En nee, we gaan heel veel PlayStation VR games checken. Ja. Dingen die we ook gemist hebben op de E3, dus dat is wel prettig. Ja, dat is wel heel tof. En ja, ik was sowieso niet in LA, dus voor mij is het wel heel erg tof. Alleen, ze hebben hier dus ook Until Dawn VR. En ik schijt eigenlijk een beetje in mijn broek. Ik weet eigenlijk niet of ik die game wil spelen. Snap ik. Ja. Dus des te leuk als hij het wel doet. Nou, hebben we maar een uurtje. En dit is een beetje de reservetijd van E3. Dit worden ook nog E3 previews namelijk. Dus tof, we extenden gewoon E3. Hier, in Amsterdam. In Amsterdam, man. We gaan vanmiddag gewoon weer terug naar Rotterdam. Ja, zeker. Terug naar het NES. Ja, maar zo moet je hier niet te hard praten hoor. Nee. Want je krijgt gewoon een tik op je kloten. Echt je? Man. Hey Daan. Maar wel zien, ja. Hoe voelt het? Hij zit wel comfortabel, maar ik zie aan de onderkant nog wel licht binnenkomen. Zeg maar, ja. Oké, okay. Je bent natuurlijk een brildrager hè? Ja. En nu ga je echt de wereld uit hè? En Into the Deep, zoals de game heet. Echt hè? Wauw. Het echt wel futuristisch zijn. Nu ben ik echt gewoon in mijn eigen wereld. Snap ik. PlayStation VR is niet goed voor je haar. Maar goed, we zijn druk bezig met het testen van PlayStation VR. Super vet. Ik heb net één demo gespeeld van London Heist. Zoek er even een filmpje van op. Ik weet niet of het ziet er niet heel vet uit, maar het was wel echt super vet om mee te maken. Je hebt hier twee move controllers. En je moet echt letterlijk herladen. Je zit in een auto en je moet allemaal andere wagens en motoren kapot schieten. Wat in principe heel simpel is, maar super vet. Want ja, je herlaat echt zelf en je pakt echt zelf gewoon een milkshake op. En weet je wel, je kan zelf de radio stellen. Dat is best wel vet om mee te maken. En Battlezone is een beetje hetzelfde. Alleen bij Battlezone werd ik voor het eerst echt duizelig. Nu wordt zo geniet. Ik heb wat eten erbij gepakt. Ik heb een drankje gepakt, Fantatje. Want Daniel gaat Until Dawn spelen. En als Daniel ergens niet van houdt, dan is het wel enge games. Nee! Oh god, het gaat niet. Ah, oh, wat is dit? Nee, ik draai even de camera. Wat gaat er door je heen, Daan? Daan, hè? Hoor je me? Ja. Wat gaat er door je heen? Ik ben echt fucking bang. Nee, daar loopt hij. Ah, hij is weer weg. Je schreeuwt ook nogal, staat geluid hard. Ja, best wel. Oké. Okay. Het geluid zachter is beter. Ik heb toch maar zo'n angst voor diepe
mij ben ik dood. Ja, denk ik wel. Ellen, hè? Zo, wat is dat? Moet je toch? Nee! Ja, fuck off, net die grote mannen. Dit is echt. Hoe was het, Interdam? Ik was tijdens de game aan het shaken. Maar dat zag je ook. De move registreert dat. Ja. In Anteldan heb je dus twee guns en dan zie je je armen zo. Ik zag continu dit zo. Spasme. Maar en angst. Ik heb me echt kapot geschreeuwd. Ja, we hebben het gezien. We hebben de beelden gezien. Het was hilarisch. Wat vind je het leukst? Het masters vind ik heel tof. Het koppen? Dat vond ik ook heel leuk. Het was wel moeilijk, maar was heel tof. Ja, voetbal, hè? Dan kun je koppen. En toch wel, Anteldan vind ik wel heel erg tof. Maar dat is... Die game geeft ook wel de potentie van PlayStation VR. Dat laat wel zien wat het kan. Maar verder heb ik wel Playroom VR gedaan. En Into the Deep. Maar Into the Deep was gewoon een videogame. Maar... Ja, maar wel leuk. En wel ik vond London Heist. Die heb ik dus niet gedaan. London Heist moet je echt gewoon je gewapen herladen. Echt. En je kan blikjes pakken en je kan de, weet ik veel, de radio harder zachter zetten. Alles gaat gewoon echt met je handen. Dat is wel echt heel tof. Dat voelde cool. Maar nog steeds allemaal tech demo's. Ja. Wanneer komt de eerste grote game? We gaan het zien. Ja, ik denk... Anteldan denk ik wel. Dat wordt een volledig. Ja, Unreal. Unreals. Ja, dat. Ja, oké. We gaan... Rix komt eraan. We gaan terug naar Rotterdam. Rotterdam. En dit was VR. Zonder grond schijnen. Ja, echt super chill. Ho, pas op man. Jezus. En die jongen heeft honger, dus hij zat de hele tijd bij Place dat hij allemaal snackjes weg te jatten. Vash. Was mijn vash. Ja. En wafel. Lekker man. Jongens, ik ben zo fucking blij dat ik weer op GNHQ ben. Want ik bedoel, E3 is super awesome hoor. Maar we hebben echt gewoon super veel zin aan, Nick. Gewoon weer. Om gewoon van alles weer te doen. Gewoon Gamers of Gear opnemen. Hond Coffee Show. Videopreviews. Fucking veel videopreviews van VR, jongen. We hebben gisteren VR gecheckt. Nou, heb je kunnen zien trouwens. Fucking awesome. Ik heb ook echt weer zin in het nieuwe jaar. En ik heb gisteren South Park Stick of Truth uitgespeeld. Want ja, na de E3 heb ik altijd, heel veel zin heb in de... In de voorgangers van de nieuwe games die we hebben gezien. Heb jij dat ook? Ja, ik heb behoorlijk veel zin om te gamen na een beurs. Ja. Dan heb ik echt weer zoiets van... Oh ja, daarom ben ik gamer. Ja, Fallout moet nu natuurlijk gespeeld worden. Ik wil, hoe heet het? Watch Dogs 1 wil ik nog een keer doorspelen. Echt man, dat wordt een heerlijke zomer, kan ik je vertellen. Ja? Ja. En je wil heel veel gamen als het ook warm is. Ja hoor, prima. Dan hoef ik ook niet naar buiten. Nee. Weet je, ik doe het niet meer alsof ik dat wil. Weet je? Buiten is overrated. Buiten is vies. Ja, smerig. Ja, ja. Ga alleen maar van zweten. Warm. Ach. Dus ik kan lekker airco aan en game. Mooi. Ideaal. Ja. Zie je, want dit is een mooiere camera. Ja, dat snap ik. En er zit hier een spiegeltje. Ik kan best wel, ja. Dat wat wel, je ziet. Dat is wel goed. Dat is een trucje. Schijnt. Dat is een fucking mind trick. Hij gaat alleen niet meer uit. Van. Oké, voor de mensen die niet weten, ik ben in Berlijn. Want ik ben in Berlijn, want het is gewoon vakantie, superleuk. Na E3, hup, meteen door van Los Angeles naar Berlijn. Maar het leuke is, ze hebben hier een computerspielmuseum. Dus dat wil zeggen, eigenlijk een soort van museum met gewoon allerlei toffe exhibits van gaming. Dus ze hebben echt alle consoles hier staan, echt allerlei toffe peripherals en dergelijke. Super vet. Een arcade, trouwens, die zal ik ook nog even laten zien. Maar ik wil eigenlijk iets laten zien waar mijn zwager nu mee bezig is. Kijken voor deze arcade hier. Gewoon sweet. Maar gewoon sowieso allerlei verschillende consoles, allerlei verschillende games. Gekke projecten. Ik doe gewoon even een heel rondje hier, schijt. Overal rare exhibits van echt gewoon Dungeons & Dragons tot aan Pong, tot aan World of Warcraft. Super vet. Sowieso ook heel veel vette statues. Ik zag Lara Croft, de nieuwe, de oude. Echt fantastisch hoe ze dit allemaal hebben. Dus echt, ik raad het, als je een keer in Berlijn bent, ik raad het zeker aan. Wat ik eigenlijk even wil laten zien, wat ik straks zelf ook nog wil spelen, is de Pain Station. En de Pain Station hebben ze natuurlijk nergens, maar dat is dus dit. En wat er dus het ding is, het wordt warm. Je gaat een soort van pong spelen, het wordt warm op je hand. Als je verliest kun je een schok krijgen, er kunnen flitsen in je gezicht komen van alles. Dus ik weet niet precies wat het is, maar ik wil het meemaken. Oh, en hier trouwens Half-Life 3 confirmed. Oké, Pain Station is echt super vet en pijnlijk en ik schrok me echt de pleuris een paar keer van die schokken. Maar ja, sowieso wel tof dit museum. Doe het vooral als je een keer in Berlijn bent en ik ga proberen de Pain Station ook op GNHQ te krijgen. En dan nu, ik denk dat ik niks meer game gerelateerd ga zien hier in Berlijn, dus Tom out en weer terug naar de studio. Terwijl we hier in een soort jaren 60-achtige dingen staan, jaren 80, ik vind het fantastisch. Peace!
Nou, daarna Tom, vrede uit. En dat geldt ook voor deze vlog. Bedankt voor het kijken deze week. Volgende week is alweer de 50ste Gamerset vlog. Exclusief wel de shit die we op DreamHack en E3 hebben opgenomen. Dus de 50ste reguliere vlog. Bedankt voor het kijken. En als je wil blijven, of als je wil dat we dit blijven doen, geef even een reactie of je het tof vond, of je feedback hebt, of whatever. En als je op YouTube kijkt, geef even die like natuurlijk en een reactie en een duimpje. En volg ons kanaal en volg ons op Twitter en Facebook en Instagram. En wherever the fuck je ons kunt vinden. Wat hebben we deze week allemaal te doen? Nintendo! We hebben deze week een Nintendo-event, post E3. En we gaan ongetwijfeld nog veel meer tofs beleven. Thanks voor het kijken, jongens. Later!